Dat jaar is een beetje een contrast als je denkt aan de heat is on. Want geloof het of niet, dit jaar gaat het echt gebeuren. Het gaat on. Het gaat on. Ja, wat bedoel je? De Elfstedentocht? Ja, de Elfstedentocht. Ja, die gaat morgen al van start. Maar, kleine nuance, er wordt niet geschaatst. Er wordt gereden op een brommobiel. Ah. En iemand die er alles van weet is een vriend van de show, Leendert van Gemeren. Dag Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Jij hebt de route ontworpen voor deze Elfstedentocht. Nou, dat is natuurlijk makkelijk uit te tekenen op de achterkant van een sigarendoos. Je begint in Leeuwarden en dan ga je gewoon de vieze Elfsteden langs en klaar ben je. Ja, als je het water volgt wel, maar we moeten natuurlijk op de weg rijden. En het zijn 45 kilometer auto's. Dus je mag sommige wegen ook weer juist niet rijden. Vandaar. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Want bij Brommobiel Elfstedentocht heb je pretmeesters in plaats van ijsmeesters. En die helpen ons om te kijken of de dikke pret genoeg is. En of je een weg wel of niet mag rijden. En dat is gelukt. Kijk aan, dat is mooi. En even voor de mensen die niet weten wat een brommobiel is. Nou, je zei het al, dat zijn van die wagentjes die niet harder dan 45 km per uur mogen. Eigenlijk een grote ergernis op de weg zijn voor velen. Dat ligt eraan. Als je je netjes gedraagt en je gaat mee met het verkeer, dan kan je bijna overal terecht, behalve op de snelweg en de autosnelweg. Oké, dan heb ik niks gezegd, Leendert. Zeg, is dat een beetje gelukt om die route uit te tekenen dan uiteindelijk? Ja, dat is altijd wel heel spannend als je er niet bent in Friesland. Als je er niet woont. Maar met de hulpmiddelen, online navigatie en Google Street View kom je toch eigenlijk best wel een heel eind. En wat maakt die route zo mooi? Ja, dat Friese landschap, hè, dat zie je ook altijd op tv als er een Elfstedentocht is. Maar goed, iedereen is dat beeld te lang vergeten. Dus gaan wij dat doen. We gaan rijden en we maken foto's, we maken selfies, we zwaaien naar elkaar. En dan zie je dat Friesland een heel mooie provincie is. Maar ja, er moeten natuurlijk wel weer eventjes nieuwe beelden komen. Ja, en is het dan een wedstrijd of is het toch meer een gezelligheidstocht? Nee, het is gezelligheid. Het is dikke pret. De Brommobielclub zelf, die gaat er morgen rijden. Dat is een landelijke Brommobielclub met het hoofdkantoor in Soest. En die hebben 25 tot 30 brommobielen achter zich aan in een slier. Het is een toerrit. Er zijn zelfs aanmeldingen uit België, begreep ik. Ongelooflijk zeg. Maar dit vind ik wel geruststellend nieuws voor alle inwoners van Friesland en iedereen die een bezoekje brengt aan Friesland. Want je komt dus niet een racepartij tegen langs de Friese Elfsteden. Nee. Als je een brommobiel rijdt, heb je ook geen haast. Nee. Waarin schuilt het goede gevoel van het rijden in een brommobiel, Leendert? Wat zeg je? Sorry. Waarin schuilt het heerlijke gevoel van het rijden in zo'n brommobiel? Aha, je rijdt met zo'n tempo dat je kan genieten van je omgeving. Je kan veilig rijden, maar ook gewoon door de ramen om je heen kijken van kijk eens wat mooi het hier is. Ah, dat is mooi. En dan zou ik denken, je doet zelf ook mee, maar daar kun jij eigenlijk niet op wachten. Want je stapt over een uur al in jouw brommobiel. Ja, ik ga alvast rijden. Ik ga de route zelf in een paar dagen rijden. Eén dag 200 kilometer is echt een beetje te veel voor mij. En mijn vrouw en ik willen er ook een beetje vakantie van maken. Ah, heel mooi, heel mooi. Zeg, iedereen kan daar naar kijken of kunnen we meedoen? Hoe zit dat? Nou ja, je mag je morgenochtend aansluiten in Sloten. Ja. Om 8 uur verzamelen en om 8:30 rijden ze daar weg met de Brommobielclub. En verder langs de kant zwaaien naar ons. Ja, schitterend. Nou ja, goed. Het enige wat je nodig hebt is in ieder geval geen schaatsen, maar wel een mooie brommobiel onder de kont. Dat is wel belangrijk. Ja. Die van mij valt op, die is helemaal bestikkerd. Kijk aan, gaan we extra hard voor jou klappen. Dan weten we, dat is Leendert van Gemeren, dat is die bestikkerde brommobiel. Dankjewel. Nou, leuk. Dat wordt een mooie dag morgen, dat weet ik zeker. Geniet ervan. Absoluut. Dankjewel, Ben. En de groet aan Friesland. Ja, doe ik. Je weet, ik ben vorig jaar een beetje verliefd geworden op die provincie dankzij het Scootjesjournaal.